Mijn naam is Jan Hermes. Ik ben geboren in Vught. Dat is ook een van de redenen waarom ik eigenlijk in contact ben gekomen met deze stichting. Het is eigenlijk Stichting Indian Mother and Child Nederland. Ik denk van ja, ik wil ook eigenlijk ja, iets... Ik wil iets concreets doen. Hè? Dus je kunt in een bestuur zitten en ik heb in heel veel besturen gezeten en nog. En ik denk van ja, waarom zit ik in dat bestuur? Dat kan niet alleen zijn dat ik één keer in de maand of zo erbij zit. Dat moet meer zijn. En toen heb ik gedacht van ja, ik moet concreet worden, ik moet iets doen. Dus ik wil eigenlijk kijken of ik ook een project kan opzetten. Wij kunnen die kinderen daar helpen en wij kunnen die moeders kunnen daar helpen. En ook al lijkt het dan voor mensen een druppel op een gloeiende plaat, ik zeg wel eens van, het zal jouw kind maar zijn. Jouw kind zal maar die druppel zijn die je kunt helpen. Toen heb ik in Calcutta een paar keer gesproken met Sujit, die dokter Sujit. Overigens is Sujit zijn voornaam. Ik heb tegen hem gezegd dat ik graag trekker zou willen zijn van een project. En dat heeft hij gedaan. Hij heeft vrij recentelijk eigenlijk een projectvoorstel bij ons neergelegd. Ook al vrij uitgewerkt. En toen dacht ik van ja, kijk, dat is eigenlijk wat ik zou willen. Dat ik dat project probeer uit te dragen. Nou, dat gaat nu starten als het goed is. Het eerste project is bij mij in beeld gekomen toen ik op reis was met de vrijwilligers van het IMC. Dus daar zag ik een school die compleet nog totaal niet af was. Ik denk, dat is nou een schitterend project om die school hier af te maken. En dat project in Kaliapur of Kaliarpur, dat is ook wel leuk, dat betekent City of Progress. Op zich wel een hele mooie naam. Dat is een project waarbij het gaat om het bouwen van een school van dus ten behoeve van 350 leerlingen. En dat ligt onder Calcutta. Het is een heel arm gebied en in de buurt zijn geen scholen. En mensen die leven daar een beetje van de landbouw en 10% van de visserij. Dus het is een heel schraal gebied en het is absoluut van belang dat daar ook scholing gaat ontstaan. Er is een groot analfabetisme, dus het is echt typisch zo'n plek waar je iets kunt betekenen voor mensen. India is een van de snelst groeiende economieën in de wereld. Als je het zo bekijkt, denk je eigenlijk van, nou, wat hebben zij nou nog onze steun nodig? Dat daar meer dan 400 miljoen mensen toch in armoede of echte armoede leven. En dat je dus je er niet van kunt afmaken door te zeggen van ja, maar het land is in ontwikkeling. Er is nog zoveel te doen. Ja, het gaat dus om die school, om een basisschool. En uiteindelijk blijkt uit het projectvoorstel van Sujit dat het gaat om 70.000 euro in totaal. Dat het financieren van scholen gewoon hartstikke belangrijk is. En ik zou dus hopen dat dat gaat lukken. En ik hoop dus, en dat verwacht ik ook eigenlijk, dat we als stichting dat ook wel kunnen. Het is voor 10 maanden. In 10 maanden moet het gebouwd worden. Dus ik zou hopen dat we in 2014 daar heel ver mee zijn. En voor mij is dit ook iets wat ik eigenlijk voor mij de rest van mijn leven wil doen.